Het is vandaag dag 115, bijna Koningsdag. Gisteren zei ik ook al, het wordt niet echt onwijs lekker weer. Dus ik heb vandaag ook weer een voorbereidende tip voor je. Neem donderdag je paraplu mee, maar gebruik hem niet bij onweer. 现在是上午的9点钟, 户外的雨依然还在下. Ja, dat is best wel eng. Dat kan er dus gebeuren. Ook nog een kledingtip. Als het echt gaat regenen kun je voor de plastic broek gaan van de Topshop. Die is net uit, maakt wel heel veel los op internet. Want de meeste mensen vinden hem een beetje raar. Maar hij is wel leuk voor over bijvoorbeeld je oranje boxershort. En zo'n broek kan wel link zijn met zakkenrollers. Dat is natuurlijk een beetje de kat op het spek binden. Al is het wel zo dat zakkenrollers ja, altijd eigenlijk slinkser zijn dan je denkt. Mooi. Hier zie je het weer. Hup. Ja, en dan worden ze dus gepakt door het oprolteam. Van de politie, gelukkig maar. Op de Dam in Amsterdam was het. Wees gewaarschuwd. Ja, en ik heb een nieuw idool. Dit is er. Het is een Indiase vrouw. Ze is 101 en ze heet Man Kaur. En zij heeft een gouden medaille gekregen. En wel, voor dit. Ze heeft een 100 meter sprint gedaan in Nieuw-Zeeland. Ze was wel de enige in de categorie. Categorie 100 plus. Dus winnen was, zat er sowieso wel in. Mooi, hè? Ze doet er 1 minuut over, 14 seconden en 58 honderdste. En daar, bam. Gaat ze. Filmpje stopt ook meteen. Fantastisch. Ze gaat niet snel, maar ze is wel nog altijd sneller dan Mr. Gorilla. Want hij loopt de marathon van Londen op zijn handen en zijn voeten in een gorillapak. En dat doet hij om geld op te halen voor het goede doel, voor het behoud van gorilla's. Moet je maar net zin in hebben. Hij loopt hier al vanaf zondag. Toen is de marathon begonnen. Ja. Hij pakt af en toe zijn rust, eet hij een banaantje. Hij gaat soms met wat mensen langs de kant op de foto. En de beste man die loopt er dus nog steeds. Zo ziet hij eruit als hij geen pak aan heeft. Dan was er ook nog een halve marathon in Nijkerk dit weekend. En de klaarover die daar stond, nou, die kon wel even een oppepper gebruiken. Ja. Ja, ze staat klaar voor je hoor. Let maar op. Hoor je heel blij van. Kan zijn dat je, terwijl je naar mij kijkt, dat je aan het tinderen bent. Moet wel mijn telefoon goed houden. En als je aan het tinderen bent, kan je vanaf vandaag deze leuke jongen tegenkomen. Hij heet Soudan en het is een neushoorn. Zit sinds vandaag op de dating-app. En dat heeft ermee te maken dat er een campagne is om geld voor hem in te zamelen. Want hij is het laatste mannetje in zijn soort. Dus als er niks gebeurt, dan sterft dit ras uit. En als je nou Soudan tegenkomt en je swipet hem de goede kant op, dan word je doorgelinkt naar een site. En die heb ik hier voor me. En die is al de hele dag over belast. En dat is goed nieuws, want je kunt via die site geld doneren. En dan komt er een soort vruchtbaarheidsplan. En dan wordt Soudan zijn sperma ingebracht bij vrouwtjes neushoorns. En zo gaat het uiteindelijk bij Tinder toch nog allemaal gewoon over seks.